Het is ingereed. Hup, hup. Hup, 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 hup. Hup, hup, hup. Hey, hup, 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 hup. Eén keer per jaar moeten de schapen in Ruddervoorde plaats maken voor de echte helden van het veld. Het West-Vlaamse dorp is voor de 15e keer op een rij het decor voor de start van het veldritseizoen. Vanaf nu is het menens. Ieder punt is een stap dichter bij de felbegeerde eindoverwinning in de Hans Grohe Superprestige. Ik ben daar momenteel niet direct mee bezig. Ik weet niet of ik dan nog, of dat er nog in zit. Dan hoef ik me daar nu ook niet echt druk in te maken. Dat is iets wat op het einde van het seizoen wel... Ik zal zien of dat dan nog mogelijk is of niet, maar het is niet een grote ambitie. Geen klassementambities, dat is nieuw voor Sven Nys. Zoveel mogelijk winnen, dat is wat telt. Maar daar kruist hij het pad van de wereldkampioen. Zowel Albert als Nys hebben al 2 overwinningen op de teller als ze hier aan de start staan. Wie wint in Ruddervoorde deelt een eerste mentale tik uit. Ze zijn weg. En dan gaan we eens kijken wie daar goed weg is. Jawel, Lars van der Haar. Een beetje drummen daar. En meteen Meeuwse die nu naar voren schuift. Meeuwse over Van der Haar gegaan, over Pauwels, nu Tom Meeuwse aan de leiding. Maar lang zal Meeuwse die leidersplaats niet vasthouden. De Telenet Fidea-renner blaast zich al snel op. Ik weet niet wat het is. Ik raak echt niet in mijn ritme in het begin van de wedstrijd. Ik kan gerust 2-3 uur deze tempo blijven rijden, maar een ronde versnellen lukt niet. En, normaal zouden mannen van Sven Nys een leeftijd moeten voor hebben. En ik ben 23 jaar en ik heb dat al voor. Maar Sven Nys die heeft absoluut geen last van zijn leeftijd. Hij en de andere topfavoriet Niels Albert schuiven beetje bij beetje naar voren. Dan weet de tegenstand dat het warm wordt. Nys en Albert zijn weg. Nu moeten de anderen reageren. Die anderen zijn dus Van der Haar, dan Van Tornhout, Arnouds. Anderen ze kijken een beetje naar elkaar. De 2 ploegmaats van Tornhout, Pauwels, Arnouds en Dieter van Toerenhout. Chris? Ik sta bij Jurgen Meddepenningen, de ploegleider uiteraard van Sunweb Revoor. Het momentum lijkt aangebroken en ze zitten er niet bij. Hè? Ja, inderdaad. Ik zie dat momenteel Nys en Albert ietsje beter is. Maar goed, Kevin heeft het toch gezien, denk ik. Hij gaat nu aan de leiding in de achtervolging, dus het kan nog. Maar het zou toch snel moeten gebeuren. Maar het zal niet meer gebeuren voor Pauwels en Co. Nys en Albert hebben aan 1 zandbak genoeg om de tegenstand definitief vaarwel te zeggen. Het wordt een strijd om de zege tussen de Belgische en de wereldkampioen. Hoe veel te snel reden ze voor Kevin Pauwels? Niet veel te snel, maar ik moest even wisselen omdat mijn stuurbal al stond. Ik zat wat ver van achter en toen heb ik het nog proberen dicht te raden, maar dat lukte juist niet. Vooral door het Rossand, waar ik weer steek. En dat is altijd een slecht punt voor mij, Rossand. Het wordt dus Nys of Albert. En versnelling opnieuw van Niels Albert. Ja, je moet er vanaf. En het is zo moeilijk. Je versnelt en dan moet je weer in de remmen. En dan kijkt hij om en dan zit hij in het wiel. Hij blijft proberen, Niels Albert. Hij weet ook dat hij moet proberen zonder Sven Nys naar de streep te gaan. Hier de zandbak. Goed, Chris. Wel, ik sta bij Christophe Roodhoofd. Hij heeft af en toe eens een metertje, Niels Albert, maar op de verkeerde plaats tot nu toe. Ja, inderdaad. Ik kan hem soms precies lossen richting aankomst, maar dat is het moment natuurlijk niet. Hè. In deze volgende ronde moet het gebeuren? Ja, het moet op de meet gebeuren. Dat is genoeg. 57 minuten zijn ze onderweg. Nog 6 minuten hebben ze te gaan. Ze kijken om. Voorlopig geen Kevin Pauwels te zien. Ik dacht, ik ga toch nog proberen van de spurt te ontwijken, zo lang mogelijk de benen stilhouden, maar toch op kop zitten. En dat lukte vrij aardig en de laatste 2-3 bochten ben ik gewoon vol aangegaan en er zat heel veel kracht op, waardoor hij 10 meter moest prijsgeven. De hek moet van te ver komen, Niels Albert, dat gaat niet meer lukken. Sven Nys gaat hier winnen, niks aan te doen. De kampioen van België is de sterkste, de koning van de vrijgewijde straat. Man, 11e keer dat hij hier wint, niet te doen. Niels Albert verkocht zijn veld duur, maar het mocht niet baten. Het verschil maken op deze ronde was gewoon niet mogelijk. Te veel draaien en keren. En, het is echt een kermis, zoals ze zeggen. En ja, dat is jammer. Kevin Pauwels finisht als 3e. Sven Nys is natuurlijk ook de eerste leider in de Superprestige. Daar sta je dan weer, hè, aan de leiding. Ja, maar ik ga er absoluut niet mee bezig zijn. Ik probeer gewoon wedstrijd na wedstrijd hele mooie dingen te doen. En, ik heb gewoon echt alleen maar met deze wedstrijd bezig geweest, er vol voor gegaan en ik probeer te genieten van iedere wedstrijd en het is heel mooi om zo te kunnen winnen.